Prins, allereerst over afgelopen zaterdag. Hoe kijk je terug op die wedstrijd tegen PSV? Nou, verschillend. Eerst zelf vond ik het wel matig. Wel verdedigend in de afspraak. Ja, we kwamen wel iets te laag te staan naar mijn zin. Ook niet compact genoeg. Dus hebben we net even toevallig met de verdediger in de laatste linie gezeten en wat beelden. Tegenwoordig kun je het allemaal mooi in beeld brengen met een mooie afstanden onderling erbij. Dus we hebben even goed inhoudelijk over gediscussieerd. Tweede helft vond ik een stuk beter. Ook in compactheid, maar ook gewoon in lef aan de bal, meer willen voetballen. PSV ging een tandje eraf, denk ik, met ons tandje erbij. Dus ja, uiteindelijk, gezien de omstandigheden waar we in zitten, was het een acceptabele uitslag. Ja, want wat je misschien niet verwacht is dat de ploeg het eigenlijk best wel goed volhield tot het einde. Ja, nee, dat had ik niet verwacht. Hè. Met de ziekteverloop van de laatste week, dat viel er mee. Inderdaad wel wat sneller gewisseld, maar nou ja, dat zag je ook wel. Dat de jongens wat redelijk fris waren, in ieder geval konden brengen wat extra's aan de ploeg. Dus dat is positief. Dus we zijn er ook goed uitgekomen. Dus dat is ook heel fijn. Geen blessures, wat mensen weer aangesloten de afgelopen dagen. Dus dat betreft gewoon weer naar een goede bezitting morgen. Ja, en dan komen we op morgen de bekerwedstrijd tegen Groningen. Een wedstrijd op zich, zoals dat altijd zo mooi heet. En ja, je bent een liefhebber van de bekertoernooi. Ja, zeker. Ik zie graag in de koker. Leuk om naar te kijken. Maar ja, het kan ook gewoon mooie dingen opleveren. Hè. Mijn vorige periode in dat halve finale gehad tegen Groningen. Het is goed voor de club, goed voor de spelers, voor iedereen om daar succes in te hebben, daar waar kan. En daar ben je ten eerste zelf in de onderschatting, hè, tegen amateurs hebben dat zelf redelijk in de hand. Maar daarna is vooral een hele goede loting belangrijk. Nou ja, dit is gewoon een oké loting, thuis gelukkig tegen Groningen. Groningen heeft wel een hele goede ploeg, dat is ook niet zo raar. Grote club, groot budget. Maar gezien de tegenstanders die nog in zitten, is het ook een kans om ver te komen dit jaar voor veel andere ploegen, wat normaal niet is. Dus in die zin is nu de loting vrij goed. Ja, en als je dan door kan gaan, dan kan je ook zomaar kwartfinale ook nog een keer een goede loting hebben, gezien de sterkte van de tegenstanders die er nog in zitten dan. Ja, dan moeten we wel eerst langs Groningen en dat blijft een onvoorspelbare ploeg volgens mij. Ja, het is natuurlijk, was de gedoodverfde kampioen van de KKD. Even ongeveer het dubbele budget van spelersbudget dan van ons. Dus dat zegt wel iets. Natuurlijk zullen wij favoriet zijn op papier als Eredivisie ploeg. En dat is ook prima. Maar ja, hun hebben een hele moeilijke start gehad. Dat zie je vaak, hè, met ploegen die in de KKD voetbal moeten spelen. Dat is toch wat anders. Ja, nu de laatste 5-6 spelen ze hartstikke goed. Hebben ze ook bij Willem II voor de beker gewonnen. Een topuitslag. Ja, die hebben gewoon een goede selectie. Dus dat is best wel een gelijkwaardige tegenstander morgen. En hoe staat onze ploeg ervoor richting Groningen? Nou, wat ik al zei, wel redelijk. Wiedel komt erbij, sluit aan. Piri zit erbij op de bank, die sluit aan. Dus we hebben geen blessures opgelopen. Jongens hebben weer wat meer inhoud kunnen trainen die wat langer ziek zijn geweest. Dus in die zin gaat het bijna naar een volledige bezetting. En ga je dan gewoon spelen met de vaste ploeg? Of ga je daar toch net als bijvoorbeeld de vorige ronde een andere keeper laten spelen? Ja, Norbert keept wel. Dat bekijk ik per ronde. Maar ik vind het goed voor hem om deze wedstrijd te pakken. Ook gezien het programma wat we deze week hebben. Voor de rest hier en daar misschien een wijziging. Maar heel weinig eigenlijk. Dus een sterk team. Want ik wil graag door, wat ik net al zei. Dus we kijken nog niet naar vrijdag. We kijken alleen naar morgen.